Mensen, ik ben erachter gekomen. Ik ben heel erg dom. Zoals jullie zien, ben ik al onder water. En start ik mijn video anders dan normaal. Ik heb 1 week niet opgenomen, maar dat is door veel toetsen. En er komen volgende week weer veel toetsen aan. Maar wat het dus is, neem ik eindelijk en gewoon eindelijk weer eens wat op. Was ik al 12 minuten bezig en heb ik mijn audio... Alle audio uitgedaan, maar we hebben net een overval gedaan, zoals je ziet hier. Ik heb mijn adem voor urenlang ingehouden. Voor uren, minuutje. Misschien 5 minuutjes, maar ik ben gewoon echt heel boos. Heb ik eindelijk een goede video na een tijdje. Gebeurt er dit? Dit kan toch niet? Oh, ik heb nog steeds een bom op zak. Kijk, ik heb een keuze om met die bom te... Kijk, die video was helemaal fout gegaan. Ik heb... Dat was gewoon een stuk puur mezelf praten. Kijk, maar hier moet ik wel even wachten op stoplicht. Dat is het kakken. En we gaan nu richting de bank. Net ging gewoon alles fout. Alles wat ik al over had, kon niet. Of er stond politie. Ik hoop deze keer wel. Want het is best een rotwerk. Als je snel een video moet opnemen. Als je straks gaat eten. Dan zit je video op te nemen. En dan heb je de audio niet aanstaan. Ik kan het wel op YouTube gooien, maar kijk, jullie hebben er niks aan. Kijk, nu check ik gewoon heel dit. Als ik dit ook beweeg, mijn headset, grappig. Maar wat ik het ook over had. Stefan de Vries heeft een horrormaand. Wat nou als ik ook een horrormaand start? Maar dan met horror games. Moet hier naar rechts. Want ik moet eigenlijk een... Voor wat ik ga doen, moet ik een wapen kopen. Eigenlijk nog een bom om weg te rennen. De wapendeal is hier rechts, maar ik ga niet door die poortjes heen. Door dat bewegen van net, dan zit mijn headset weer verkeerd. Maar er komt een poll dus op mijn YouTube kanaal. Of in mijn Discord, ik denk op mijn YouTube kanaal. Dat ben ik ook weer opvallend met mijn busje zo. Nou, ik ga nog een bom kopen. Ik maak de laatste tijd niet heel veel winst op bommen. Is wel op crimineel zijnde. Maar het valt te proberen. Dat is. Ja. Alles gaat nog steeds heel fout bij mij. Ik heb wel die agent geholpen. Ik heb niet eens wat gedaan. Gewoon een kleine A. Die op me niet zegt dat die politie nu daarvoor achter me aangaat. Want ik ga nu gewoon rechtstreeks weer naar die haven toe. Die overval doen. Alle tweede dinges. Alle tweede containers. Kijken of het goed gaat. Dus ik ben straks. Niet van straks. Ik ben zo meteen bij u terug. Later. Nou, ben ik bij mijn extreem opvallende auto aangekomen. Dan kijk ik of het deze keer wel goed gaat. Nou, ik ga naar de eerste container toe. Ik heb nog steeds een Red Bulletje. Ik heb 4 Red Bulletjes bij me. Deze kan ik niet doen. Ik hoop die andere wel. Ik hoop het echt. Anders heb ik die dingen weer voor niks gekocht. Ik ga bijvullen. Oei oei oei. Ja, dat kan niet. Mensen, overvallen bij mij doen vandaag zit extreem erg tegen. Alles gaat fout. Let op, bij de eerste volgende winkel waar ik aankom, dat kan ik waarschijnlijk weer niet doen. Omdat die weer gewoon waarschijnlijk helemaal vol zit. In ieder geval leeg zit die kassa. Dat die al open staat. Maar we gaan lekker naar... Ik heb zo vaak dit niet meer gespeeld, joh. Die namen moet nadenken. Ik ga nu naar... Ik weet niet meer. Naar Ares Fuel. Ares, zo heet het. En ik heb weer het geluk met een rood stoplicht. En dan ga ik hier weer rijden. Eén moment. Ja? Ja. Mensen, waarschijnlijk hoorden jullie niet wat er van gang af kwam. Maar dit is een hele korte video, want ik moet er eigenlijk vandoor. Dus ga naar de toolstore toe. Ik kan toch nog een beetje de video leuk maken. Het is een korte video. Maar hopelijk wel leuk voor jullie.
Yes. Ja, eindelijk. Een overval die ik kan, normaal kan doen. Oh, oh, oh. En nu nog hoop dat er geen politie komt, want ik moet er eigenlijk weg. Oké, waar is de dealer? Want ik wil eigenlijk... De dealer is hiernaast. Want ik wil eigenlijk alles verkopen. Al mijn druk die ik heb. Is het naar rechts? Ja, is naar rechts. Het is hier. Perfecter kan je het hebben. Nou, dan ga ik gewoon hier mijn leuke bommetjes verkopen hier. Eén moment, ik ben zo meteen bij jullie terug. 12 seconds later. Hier ben ik weer. Er reed net een auto voorbij, die staat daar zo. Volgens mij. Ik hoop dat het geen politieauto is, maar ik heb niks illegaals meer op zak, dus... Over hoe lang is mijn crimineel ding weg? Ik heb 8.000 verdiend, best netjes. Maar ik heb ook wat flitsers gereden. Maar mensen, er is dus een update dat er waarschijnlijk een nieuwe stad komt. Dus het is niet alleen maar Hamburg. Maar het is ook nog andere games. En als jullie een ander spel willen zien, dan in plaats van Immunity Hamburg, zeg het zeker. Want ik ben eigenlijk ook aan wat nieuws doe. Nou, ik heb geen zin om op die stoplicht te wachten. Even serieus nu. Nou. Het laatste wat ik hier doe is gewoon... Boink. Oh. Hij staat er lekker verder. Ik kan niet zwemmen. Ik moet koud om op te klimmen, maar we gaan onder de brug zwemmen. Heb ik een zaklamp? Ik heb geen zaklamp. Oké, zo. Ga ik wat meer die kant op zwemmen. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Het is een video heel kort. I know. Heb ik de tijd ervoor gehad? Nee. Moest ik de video maken? Ja. Want ik vind het leuk. En jullie kijkers waarschijnlijk ook. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor de kijk naar deze video. Ik hoop dat ik jullie bij de volgende video zie. Dat ik altijd zeg aan het eind van de video's. Doe belletje aan. Like neer. En tot de volgende keer. Laters.